Deze nieuwsuitzending die haakt in op de vorige nieuwsuitzending en die heet Gevaarlijke Vrouwen. Ik kan daar nog meer voorbeelden van noemen en dat ga ik misschien ook nog wel doen, van gevaarlijke vrouwen. Maar nu van goede vrouwen. Wat is een goede vrouw? Het woord huishouding heet op zijn Frans menagerie. Dat is verwant aan het Engelse woord management. Een goede vrouw kan managen. Dus als we het hebben over goede vrouwen, moeten we het ook hebben over wat is een goede manager. Nou, een goede manager die werkt niet. Een goede manager denkt niet na over details. Een goede manager is als een schaapherder voor zijn schaapkudde. Je gaat niet aan de schapen voordoen. Hé, wat zit je stom te grazen? Ik zal het even voordoen. Als manager moet je je niet bemoeien met de werkers. Hooguit, als er een issue is, 1 minuut lang. En voor de rest zit een manager gewoon op zijn bibs. Voeten op het bureau. En te wachten tot de telefoon gaat. En die werkers, die drones, die darren, in de bijenpopulatie heet dat zo, een drone, dat is een dar. Die werkers moet je in het werk laten doen. En een goede manager bemoeit zich daar niet mee. Een goede manager kijkt naar de resultaten. En wanneer het in de ogen van een goede manager niet goed is, dan maakt die goede manager een praatje. En dat kan in eerste instantie zijn dat je als eerste dus informeert bij iemand van: goh, jij hebt er vast niks mee te maken. Ik heb gezien zus en zo. Met wie moet ik praten? En dan zegt zo iemand: nou, dan moet je naar Hendrik Marskamp gaan. Want die heeft nog gezegd, dat gaat niet door op die manier. Terwijl Pieter van den Berg, die had nog gezegd van: nou, ik vind het beter. En toen heeft Hendrik, ja, dan hoor je het hele verhaal. En dan grijp je even in en daarna doe je weer niks. Een goede vrouw werkt niet. Een goede vrouw managt. Een goede vrouw is als het cement tussen de stenen. Van: ik hoef niet te werken. Dat doen die mannen wel. En dan zeg je nou: Piggy, van jou mogen vrouwen geen arbeidscontract aangaan. Ja, natuurlijk wel. Daar is helemaal niks mis mee. Dat mag wel. Maar als je denkt als man van: nou, ik wil een vrouw, want ik wil een huis en een gezin en dan misschien kinderen. Als ze er komen, want ja, er zijn ook vrouwen die kunnen gewoon geen kinderen krijgen. Nou, dan kan je denken aan adoptie. Als ze maar kan managen. Handelen. En wat moet je verder doen als vrouw? Ja, een beetje ramen lappen, maar dat hoeft ook niet elke dag. Een uurtje per dag schoonmaken, nou, dan ben je echt helemaal klaar hoor. Als je dat 5 dagen per week, 1 uur per dag een beetje schoonmaakt, dan ben jij klaar. En dan afstevenen op kinderen natuurlijk. Want, kijk, ik zei het laatst nog tegen een groepje jongelingen, die ook allemaal, nou, niet alle hoop verloren zijn in reproductie, maar dat toch kritisch kanttekening makend tegenover staan.
zei ik nog van ja, als er geen kinderen komen, dan gaat er straks niemand meer dood. Dus gewoon voor het veroorzaken van de dood moeten gewoon ja, kinderen geboren worden. En als je mazzel hebt, dan ga je eerder dood dan je kind. Nou, dan heb jij je stempel achtergelaten op deze wereld. En dat is precies wat de Heere Heere volgens de Bijbel van ons wil. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Dat is niet voor niks opgeschreven. En niet dat je 10 kinderen per vrouw eruit moet poepen. Want die gekke katholieken, daar wil ik het ook verder niet over hebben. Die hebben zoveel verpest in onze samenleving. Hè? Die katholieken. Man, ik zou eens willen weten hoe de samenleving hier in Europa eruit had gezien als we die katholieken niet hadden gehad. Maar ja, dat is dromenland gebeuren. Want die hebben we gewoon wel. En we zitten momenteel helemaal bedolven onder de katholieken. Waar de Mohammedanen ook toe behoren. En dan gaat het niet om de individuele binnen een Mohammedaanse of katholiek gezin of Jehova's getuigen of mormonistisch opgegroeide mensen. Die individuen, die vergeef ik alles. Maar die organisatie niet. Ben jij gek? Dat is geen vergeving voor mogelijk. De Bijbeltekst schiet me niet even te binnen. Maar het staat wel in de Bijbel. Ik kan het nog vragen aan mijn Leuvense vriend waar het precies staat. En dan kan ik dat de volgende keer met de koning Jacobus Bijbel erbij nog even gaan vertellen. Het heeft te maken met zondigen tegen de Heilige Geest. We hebben een heel mooi leven gekregen van de Heere Heren. En wij moeten dat leven doorgeven. En dat geef je, ja, het hoeft niet eens je eigen kind te zijn. Je kan ook een kind adopteren. Dan ga je gewoon met een goede vrouw. Stap je in jouw goede BMW. En dan scheur je naar de goede dakloze wijk. Waar al die treurige kindjes een beetje aan hun lot zijn overgelaten. En je pikt er gewoon een van straat. Gewoon jatten die kinderen. En een bed geven en een ontbijt en een lunch. En een vrouw die voor ze zorgt. Maar ja, zorgen voor een kind, daar stelt niks voor. De eerste 4 jaar van mijn leven heb ik doorgebracht bij mijn opa en oma. En mijn oma die zorgde dan zogenaamd voor mij. Maar ik zat gewoon op de grond in de woonkamer te spelen met 2 vrachtautootjes. En mijn oma die was een beetje aan het rommelen. In de keuken. En die zag mij spelen. En die kwam binnen met een pot en er zat allemaal rijst in. En die zei van ja, als je met je vrachtauto speelt, moet je ook wat te vervrachten hebben. En zo'n berg van die gedroogde rijst. Hè? Droge rijst moet je zeggen. Nou, dan kon ik lekker in de ronde. Ik mocht ook gewoon naar buiten van mijn oma. Dat was beter voor haar. Kon zij lekker nog meer een beetje rommelen in huis. En in die tijd stond mijn opa, die stond in de fabriekshallen met de veiligheidsdinges, gehoorbescherming en alles. Stond die vliegtuigen te controleren. Die vliegtuigen van Fokker, hij werkte bij Fokker, die worden eens in de zoveel tijd helemaal uit elkaar gehaald. Al die onderdelen worden bekeken. En wordt alles hier in elkaar gezet. Alle stoelen gingen eruit. Ja, en hij zag erop toe. Mijn opa was echt aan het werk. Hij was gewoon naar buiten, zo'n 20 kilometer verderop. Zij hoeft alleen maar in de keuken een beetje, ja. En dan in de woonkamer, en even naar boven, dan een wasje doen. En mijn opa die maakte allemaal de handige dingen. Die had plankje hier, lampje daar, schakelaartje zus.
En mijn oma, die managede dat allemaal. Ik was er nog een keer bij dat ze gebeld werd. En er was een tante van mij, dus een nicht van haar, nee, een schoonzus van haar. En die had een plan. Van ja, zullen we binnenkort dat en dat gaan doen? En dan zei mijn oma, dat lijkt me wel leuk. Oh, zei ze, zullen we dan een afspraak maken? En dan zei mijn oma, ja, dat is goed. En vanavond als Frans, zo heette mijn opa, als die thuis komt, ga ik het met hem overleggen. En dan hoor je het wel. Nou, en dan was het prima. Dat is een goede vrouw. Een andere goede vrouw, die werkte. Simone heette ze. En ze was 10 jaar ouder dan ik. Ze is 10 jaar ouder dan ik. En ze rookte Caballero sigaretten. Van die korte, zonder filter. En ze had een hele leuke business overgenomen. Samen met haar man, maar die was inmiddels overleden. En zij was dus de manager. Zo, wat een goede manager was dat, zeg. Precies wat je wil. Gewoon niet bemoeien met de techniek, want ik zat daar als ingehuurd voor de ICT, de automatisering. Maar er ging van allerlei dingen mis en allemaal mensen zaten te zeuren over mij. En zij wist precies hoe dat zat. Zij wist precies wie er zat te zeiken over mij. En ze wist ook precies dat ik mijn uiterste best deed. En ik had geen last van die mensen. Want die werden door haar even aangesproken. En die hadden gezegd van, dan moet je eens goed luisteren, jongen. We zitten hier ons bedrijf te redden. Want we hadden een automatiseringscontract. Dat was een soort van strop. Daar waren we aan kapot gegaan. En Perry en zijn vrienden, die hebben iets en dat is wel betaalbaar. En je doet het er maar mee. Aan de slag, vlerk, zolang het nog kan. En dan hangt ze de telefoon erop. Klaar. Probleem opgelost. Een ander aspect van goede vrouwen is dat ze vriendinnen hebben. En dan niet één, niet twee, nee, een vriendinnenclub. En dan gaan ze ook lekker leuke dingen doen. Met z'n allen. En dan gaan ze allemaal bellen met elkaar. Van, ja, maar kan je dan? En dan gaan ze naar Cirque du Soleil. En dan gaan ze zich helemaal te buiten aan drank. Want iedereen heeft wel 2 glazen witte wijn op. En dan komt ze thuis en dan zegt ze, nou, ik ben wel een beetje tipsy hoor. En dan maak jij maar een keer ontbijt. Goede vrouwen die vinden het ook helemaal niet erg als jij tegen ze zegt van vanavond kan ik niet thuis komen eten. En dan vraagt ze dan waarschijnlijk waarom niet. En dan zeg je, nou, ik moet nog naar Zoetermeer. Want er is een machine vastgelopen. Dus dat kan 10 uur 's avonds worden, 11 uur 's avonds. Maar wij gaan er pas weg als die machine het weer doet. Dus als dat 5 uur morgenochtend is, ik kan het niet voorspellen. En een goede vrouw zegt dan, jongen, als je om 5 uur vannacht thuis komt, moet je dan nog wat eten hebben? Of wil je dan gelijk slapen? En dan mag jij kiezen. En als jij dan zegt, ja, ik denk dat ik dan wel een beetje honger heb. Nou, zegt zo'n goede vrouw. Dan zorg ik ervoor dat er wat boterhammen zijn. Of wat gebakken aardappelen. Of we hebben nog wat, een ander dingetje wat in de oven kan. Hè? Ik regel wel wat. En zo'n goede vrouw, die gaat dan een beetje tv kijken. Of in die tijd dan, zou ik tegenwoordig niet meer doen. Maar die gaat borduren of... Ja, bellen met een vriendin om een afspraak te maken naar Cirque du Soleil. En misschien gaat ze een boekje lezen, iets leuks. Lekker met de poes op schoot.
kinderen passen. Dat is een goede vrouw. Een goede vrouw heeft jou nodig. Ze geeft alles vanuit zichzelf voor jou. En jij moet dat teruggeven. Dus jij moet zorgen als man voor de omstandigheden waarbinnen die goede vrouw kan werken. Een goede vrouw schuilt niet, vloekt niet. En slechte vrouwen die zijn juist zo aantrekkelijk, omdat je als man denkt van wauw, wat heeft ze een grote mond. Ja, het punt is, een goede vrouw daarmee is ook een beetje saai. Is eigenlijk een saaie vrouw. Maar daar kan je uiteindelijk de leukste dingen mee meemaken. En een goede vrouw die loopt gewoon aan je arm. En die volgt jou. Die vertrouwt jou. Omdat zij te vertrouwen is. Projecteert ze het vertrouwen wat ze in jou heeft. Hè, dat projecteert ze op jou. Dus, zij gaat ervan uit dat jij haar ook vertrouwt. En dan heb je een vertrouwingsverhouding. En als je een verhouding hebt die uit vertrouwen bestaat. En je houdt dat vol. Dan krijg je een vertrouwensrelatie. Osho heeft ooit gezegd, je kan zo zien wanneer een stel getrouwd is. En dat bedoelde hij niet positief. Hij bedoelde dat die mensen een bepaalde druilerigheid uitstraalden. Ben ik niet met Osho eens. Het is vanuit het vertrouwen dat je elkander kan leren kennen op een goede manier. En dan krijg je een relatie. Het woord relatie, dat heeft twee betekenissen. Namelijk de exoterische betekenis, de buitenkant betekenis. Exoterie, exo. Dus een krab bijvoorbeeld heeft een exoskelet. Een kreeft ook. Een nijlpaard misschien ook wel, tot op zekere hoogte. En dat is aan de buitenkant. Exoterisch van de relatie is iets als een samenlevingsovereenkomst. Of dat je überhaupt gaat samenwonen. Of dat je vriendje en vriendinnetje bent. Of dat je getrouwd bent voor de kerk of voor de staat. Dat moet je allebei niet doen trouwens. Heel gevaarlijk, niet trouwen. Nooit meer trouwen, nooit in je leven. Niet aan beginnen, niet voor de kerk en niet voor de staat. Niet doen. Dat is niet belangrijk. Dat is alleen maar formeel. Hè? Maar een relatie, dus stel je besluit om gewoon een bepaalde woonruimte te gaan delen. Dan heb je dus een relatie. De andere kant van de relatie, de esoterische betekenis van het woord relatie, dat is dat je elkander goed kent. En goed leren kennen, dat heeft twee dingen nodig. Punt 1, dat je allebei goed bent. Want je kan een niet goed iemand niet goed leren kennen. Zoals ik de moeder van mijn kind heb ik niet goed leren kennen. Die heeft mij bedrogen, die heeft mij belogen, die heeft mij afgezeken. Die heeft mijn favoriete boeken zonder mijn toestemming uitgeleend aan Jan en Alleman. En ik kon op zoek om mijn boeken terug te gaan halen. Kijk, die vrouw heb ik nooit goed leren kunnen kennen. Toen ik tegen haar zei van, hé, waar is mijn boek? Dat was het boek Het Zwarte Licht van Harry Mulisch. Ik zei, waar is dat boek? En zij zo met zo'n glimlach, ja, dat heb ik uitgeleend. En ik zei tegen haar, ja, dat was mijn favoriete boek. Dat was ongelezen. Ja, zei ze, en daarom dacht ik juist dat ik dat, die ging ik maar even uitlenen. Ik heb haar nooit goed leren kunnen kennen. Ze haalde mijn dochter van drumles af, maar haalde mijn dochter van pianoles af, keyboardles. Hij heeft al meer gedaan.
ongelooflijk wat ze uitgevroten heeft. Dus ik kon haar niet goed leren kennen, dus heb ik met haar geen relatie gehad. En dan kan je zeggen, ja maar Piri, je hebt wel een relatie gehad, want je bent getrouwd geweest. En ik zeg, ja, maar ze was niet trouw, punt 1. En ze ging... Ze was ook niet te vertrouwen. Een goede vrouw snapt dat. Mijn dochter zei dat laatst zo mooi. Ze was op werkkamp geweest. Of introductiekamp, moet je zeggen. Op Auschwitzkamp, zou ik zeggen. Want ik hou niet van dat soort evenementen. Maar mijn dochter is heel erg van het sociale. En dat begin ik ook allemaal best te vinden. Dat heb ik altijd goed gevonden. Ja, dan werd dus de groep werd verdeeld in jongens en meisjes. En ze moesten allebei, die beide groepen, een vlot bouwen. Dat was 5 dagen lang of zo. Nee, niet zo 5 dagen lang een vlot bouwen, maar die ene dag moesten ze een vlot bouwen. Nou, zei ze, ons vlot, dat bestond uit 25 meisjes, jonge vrouwen. Mijn dochter is bijna 18, allemaal leeftijdsgenoten. En het andere vlot werd gebouwd door 16 jongens of zo. En toen was het wedstrijdje roeien. Nou, zei ze, op ons vlot, het was bijzonder, zei ze nog tegen me, om 25 meisjes tegelijkertijd te horen, dan doen ze zo'n hoog stemmetje, dan komt het niet echt schreeuwen, maar wat is het dan eigenlijk? Van, fietsen. Alsof het een soort synthesizer was. Nou, dat was haar vlot dus, waar zij op moest zitten vanwege de seksistische scheiding van het toekomstige onderwijs. En het andere vlot, ja, daar zaten dus 16 jongens op, of 10 jongens, er waren er minder dan die meisjes. Mijn dochter die gaat naar de psychologische hulpverleningsopleiding. Daar zit ze nu al. Die heeft de eerste lesdagen al gehad. Ze zei, ja, en die jongens, die roeiden ons eruit. Het is toch een kwestie van kracht, zei ze. En zo is het. Mannen zijn sterker dan vrouwen, kunnen veel meer drinken, kunnen veel stommere dingen doen en daar levend mee wegkomen. En vrouwen, ik wil niet zeggen dat ze hulpeloos zijn, maar dat zijn die mannen ook. Want vrouwen kunnen kinderen krijgen, ja, zoveel ze willen. En mannen niet. Mannen zijn afhankelijk van vrouwen voor die kinderen. Ja, tenzij je wilt dat er geen doden meer vallen op deze aarde. Dan moet je gewoon onmiddellijk je pik eraf laten hakken. En dan moet je aan de binnenkant als vrouw moet je even je eileiders laten verwijderen. Dan ben je van alle problemen af. Je wordt vervolgens stikziek. En ja, dan ga jij als eerste dood. Maar dat is mooi, want als jij als eerste dood bent, dan geef jij het goede voorbeeld. Kijk, als je zo denkt, nou, dan maakt het niet uit. Ik denk niet zo. Ik denk dat deze wereld gemaakt is voor ons. En mijn dochter begrijpt dat mannen gewoon, die zijn sterker. Nou, en jij als vrouw, ja, kies er eentje uit. En als die man dan s'avonds thuis komt van zijn werk, ja, dan staat er gewoon, dan moet je niet een froe-froe klaar hebben met rooibos thee. Want dat vinden die mannen niet lekker. Hè? Die mannen willen gewoon een biertje met een stuk Duitse worst. En wat olijven. En daarna gaan we eten. En jij hebt het eten klaar. Dan hoef jij niet te werken. Hè? Een goede vrouw is slim. Alles wat goed is, is slim. Als je de keuze hebt van er is een enorm karwei en wat wil je doen? Wil je tot aan je dijen in de stront staan om de riolering uit te scheppen met een gasmasker op? Of wil je thuis wachten tot hij thuis komt en je hebt zijn schone kleren al klaar liggen en zijn dikke sokken? En dan kijk je op de klok van zou die al komen?
Wat lijkt jou de meest aantrekkelijke baan? Ja, kijk, ik vind het best hoor, dat als jij een goede vrouw wil zijn, die zegt, ja, ik wil ook gewoon tot aan mijn dijen in de stront staan. En ik wil ook wel een keer met een schep zo al die stront uit de riolering halen, want er zit een verstopping in. En dat blijkt dan een, weet ik veel, een vuilnisbakzak te zijn of zo. Een of andere stomme burger die dat op een of andere manier in de riolering heeft gekregen. En onderwijl staan de straatstenen te glinsteren van het water. En jij wil dat probleem graag oplossen? Ja, doe het! Van mij mag het hoor. Maar daar heb jij toch geen zin in, of wel? Ik ken heel veel vrouwen die zeggen van, ja, ik heb ook werk hoor. Ja, wat doen ze dan? Een beetje lopen typen. En dan kunnen ze Microsoft Agenda bedienen voor de manager. Ja. Je heet dan werken. Ja. Een goede vrouw is een man. Kan ik ook gelijk zeggen. Dat klinkt gelijk idioot, mag ik hopen. Maar het woord man in het Nederlands. En in de Bijbel trouwens ook. God created man, man, M-A-N. Dat is iets anders dan woman. Hè? En de meeste mannen, de meeste mensen die man hadden kunnen worden en die eileiders hebben, dat zijn inderdaad womans. Van wow, ho, 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 man, wegwezen. Ah, dat zijn die toekomstige stoepmoeders. Als je ze zwanger maakt, dan zitten ze gelijk op de bank met ik weet niet hoeveel vriendjes. Ja, ik ben wel zwanger gemaakt door Piet, maar ja, dat is alleen maar Piet hoor. Maar jij mag ook de vader zijn van mijn kind. Ja, zo'n vrouw, dat is dus geen goede vrouw. Een goede vrouw, die snapt dat gewoon. Die is man. Die is rationeel. Die denkt tot een langere termijn. Een goede vrouw, die kan zich voorstellen dat ze, als ze zo dadelijk 67 is, dat ze dan niet meer de haar iedere dag hoeft uit te borstelen. En naar de supermarkt hoeft te gaan voor hair conditioner. Want dat heb je dan niet meer nodig. Je kan ook wel jeugdheidscrème op je gezicht gaan smeren. Maar een goede vrouw die weet dat. Een goede vrouw die weet, ik heb een leven en ik wil waardig heen gaan. Iedereen gaat heen. En ik wil dat waardig. Ik wil ook heen gaan op een manier waarop mijn kleinkinderen denken, nou, als oma dat kan, zo mooi leven, nou, dan kan ik dat ook wel. Dat is de goede vrouw. En zie die maar eens te vinden. Ik kan je vertellen, die goede vrouwen lopen niet in minirok over straat. En op hoge hakken. Een goede vrouw loopt zedig over straat. En heb je seks, ja, dan ben je bloot. Maar niet als je over straat loopt. Een goede vrouw gaat ook niet om met andere mannen. Als een andere man een goede vrouw benadert, dan kijkt ze die man aan van top tot teen. En dan denkt ze alleen maar, hoe ga ik dit mijn man vertellen? Wat is de boodschap? Je mag best een goede vrouw aanspreken en zeggen, dag goede vrouw. Ik wil graag uw man even spreken. Maar als een man je aanspreekt en zegt, dag vrouw, zullen wij van de week een keer lekker naar de bioscoop gaan? Want ik heb gehoord dat jouw getrouwde man, die houdt niet van horrorfilms, maar ik wel. Nou, daar ga je niet op in als goede vrouw. En dan zeg je tegen zo'n man van ja, oké, hij houdt niet van horrorfilms en ik wel. En die kijk ik dan wel met mijn vriendinnen. Daar heb ik jou niet voor nodig. Een
Goede vrouwen zijn ook heel lief voor kinderen. Goede vrouwen snappen dat heel erg prima. En dan is die man is allemaal druk aan het timmeren en die kinderen worden wild. En die gaan ook allemaal door het huis lopen timmeren. En een goede vrouw die zegt, shh, papa is bezig. Dan krijg je die eenheid tussen man en vrouw. Het is niet voor niets. Gewoon heel vervelend voor jullie natuurlijk om de Bijbel erbij te pakken. In de Bijbel staat dat de mens geschapen is in twee geslachten. Dus je hebt, hoe moet je dat nou zeggen? Ja, laat ik het zo om het duidelijk te maken. Je hebt mensen en mannen. God heeft ons geschapen, heeft gezegd, nou, er komen twee soorten mensen. Dat zijn penismensen en of ballenmensen. Nee, dat moet ik ook niet. Nee, penismensen. En je hebt eileidermensen. Met een eileider. Kijk maar even op Wikipedia. Kan je het zo vinden? Twee soorten mensen. En de wens, de gedachte, de wil van de Heere Heren is dat die twee samen werken. Want daar krijg je kinderen van. En dat is wat de Heere Heren wil zien. Kinderen. En dan niet jankende kinderen, zoals ik die hier over de vloer heb gehad, zoals met mijn eigen dochter, die zat te huilen hier op mijn bank. Blije kinderen. Als die thuiskomen van school, op het moment dat ze de voordeur open gaan doen... dan sta jij net de tosti voor de laatste keer om te draaien, want je weet inmiddels als die kinderen van school komen dat ze gelijk al honger hebben. En we gaan pas om 6:30 eten, maar je gaat niet die kinderen tot en met 6:30 met een hongerige buik laten wachten tot het eten komt. Als jij dat vindt dan, hè? Je kan ook wat anders doen. Ik heb met mijn dochter ook opgelost. In die zin ben ik een goede vrouw of een goede moeder. Dan had ik olijven voor haar. Of ik denk van, ik maak wel eventjes wat kroephoek. Dat vinden de kinderen ook heerlijk. En gewoon een klein frituurpannetje. En dan heb ik even van die kleine schijfjes erin. Koop je hier, kost geen rol. En die kinderen lekker knabbel, 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 knabbel. En dan een glaasje vruchtensap erbij. En dan mogen ze even chillen, even bijkomen van school. Dat is een goede vrouw. En als je dan niet zo'n vrouw hebt, en je bent zoals ik heb nooit een goede vrouw gehad. Echt niet hoor. Maar een goede vrouw die doet dat dus. Want ik deed dat ook. En het kost helemaal geen rol. Het is alleen maar een beetje op de klok kijken en weten hoe laat je kind thuis komt. En dan, ja. Ik heb dat zo vaak meegemaakt. Dat ik precies op tijd was. Toen kwam mijn dochter, die kwam de woning binnen wandelen. En ik kwam uit de keuken met een diep bord. En daar lag gewoon zo'n tosti zoals zij die lekker vond. En dan lekker met zo'n ding tomatenketchup eroverheen. Dat is een goede vrouw. En nu even terug naar het verschil tussen man en mens. Want de mens, dat is gewoon dat wezen met twee benen, twee armen. Je kent dat wel. Jan-Peter Balkenende, Mark Rutte ellende. Wacht even, dat zeg ik niet goed. Maar dat maakt niet uit. Verschillende soorten ellendes. Dat zijn gewoon mensen. Mens in het Sanskriet. En daar komt het woord vandaan. Manas was dat. Hè? Dat betekent een wezen met vermogen tot denken. Ik heb intelligente honden en poezen meegemaakt. Ook intelligente ratten. Ze zijn intelligent. Ze hebben het vermogen tot denken. Maar niet veel. Ze kunnen niet schrijven, ze kunnen niet lezen, ze kunnen geen boodschappen doen, ze kunnen het toilet niet schoonmaken. Ja, noem mij één iemand die een kat heeft die de eigen kattenbak schoonmaakt. Of zijn eigen kattenbak. Dat kunnen ze ook helemaal niet. Je moet ook niet boos worden op je poes. Als die, heb je dan weer gescheten in de kattenbak? Dan moet je schoonmaken. Ja, dat kan niet met een dier. Met een mens wel. Want een mens heeft het vermogen tot nadenken. Nou, en als je dat vermogen tot nadenken daadwerkelijk
met uiterlijk vertonen dat je omgeving dat ook opmerkt. En niet alleen dat je s'avonds in je bed ligt van, oh, ik kan heel goed toepassen hoor. Ja, maar als je het echt doet, ten overstaan van andere mensen. En dat andere mensen kijken en denken van, wauw, maar die doet het. Dan ben je een man. Ja, zeggen dan sommigen met een eileider. Wat nou als ik oud word en de kinderen zijn de deur uit? Wat moet ik dan? Achter de geranium zitten? En dan zeg ik, nee, natuurlijk niet. Want als je kinderen de deur uit zijn, dan ben jij vrij. En als jij het goed gedaan hebt, en iedere keer als je man terugkwam van het putje scheppen, en hij zijn vieze laarzen in de gang zette, en al die rotzooi uit, en jij uit de wasmachine, en de wasmand was al leeg, en dan gewoon gelijk de spullen in de wasmachine, en zijn schone kleren liggen klaar, en er is een lekker douche met een stuk harde zeep, en dan komt hij uit de douche, en dan op de woonkamertafel, de salontafel, er staat gewoon een paar worstjes en wat olijven dus, wat hij maar wil. En is die man jou dankbaar? En die blijft jou trouw. En meestal gaan ze eerder dood dan jij, want die mannen die werken zich echt dood. Ja, en dan heb je nog een tijdje als weduwe. Maar je krijgt wel zijn erfenis. Dat is allemaal van jou. Want er zijn kinderen in het spel. Die man die zal jou nooit in de steek laten. Speltheoretisch is dat de beste optie. Kijk naar schaken. De laatste tijd probeer ik te leren schaken. En zo heel goed gaat dat niet. Dat is met ups en downs. Maar kijk maar naar de schakers. Je hebt twee zusjes, dat zijn de zusjes Polgar. En die ene, die heet Judith Polgar. En haar zus heet, ik weet niet hoe. Dat is er eentje op de 100 schakers. Ja, hoe denk jij dan als vrouw het te gaan maken in de marketing? Of in de ICT, of in de vuilnisindustrie. Je verliest het altijd van die kerels, als het erop aankomt. He, terug naar het verhaal van dat vlotte avontuur van mijn dochter. Dat ze zei van, ja, we waren met z'n 25 op ons vlot. We konden heel hard krijsen. Zo heet dat, ja, krijsen. En zij waren gewoon sterker. En dan kan je wel denken, nou dan ga ik op gevechtstraining. Ga ik bij de politie. Maar je had er al lang mee begonnen moeten zijn. Nou, ik stond al te vechten toen ik 8 was. Letterlijk hoor, echt vechten. Hè? Bam, bam, bam. Niet dat het goed is. Maar zo zijn mannen. Die zijn competitief. Maar ook heel erg samenwerkend. Want iedere man vreest voor zijn hachje. Daarom zijn ze ook zo competitief. En als je die man nou een veilige thuisbasis geeft, dan werkt hij tot aan zijn dood voor jou. En aan het einde van de rit krijg je zijn spaarrekening en alles. Zijn pensioenregeling. En nou, dan kan jij nog even 15 jaar doordenderen. Of 10 jaar. Mijn oma heeft 7 jaar gedaan. Mijn opa was dood van mijn vaders kant. Met zijn 83ste. En zij is heen gegaan met haar 90ste. Nou, die heeft 7 jaar lang, ja, niet in weelde, maar voldoende weelde hoor. En er was nog geld over ook. Ik weet nog dat ik met haar na de scheiding, nee, dat de scheiding voor, ja, ook een soort scheiding, naar het heen gaan van mijn opa.
liep ik met haar, gingen we boodschappen doen. Toen zei ze, we lopen nog even langs de Rabobank. Dan kon ze lekker pinnen. Dat is een handige strategie voor een vrouw. En een vrouw die daarop aanstuurt. Want ik heb een man, daar ga ik voor zorgen. Ik ga me helemaal verdiepen in wat hij leuk vindt. En dan moet je maar even je mond houden terwijl hij naar de Formule 1 aan het kijken is. Dat is dan maar zo. Dan ga jij gewoon even, weet ik veel wat, in het kamertje erachter ga je even bellen met je nicht. Zit jij je ook zo te vervelen? Dan doe je dat toch gewoon. Lekker thuis blijven. En niet naar buiten gaan. Je hebt je niks. En zijn de kinderen de deur uit? Ja, natuurlijk kan je in het buurthuis of je neemt een of ander baantje. Misschien word je wel manager. Ja, stel dat je man overlijdt. Of nee, laat ik het anders zeggen. Dus met, je bent 36 en alle kinderen zijn de deur uit. Ja, dan verveel je jezelf helemaal te pletter natuurlijk. Nou, dan ga je gewoon voor de geinigheid. Neem je een of ander baantje. Het salaris interesseert je helemaal niks, want je man die werkt toch al. Maar dan krijg je nog wat voor en dan kan je er wat leuks van doen. Ja, een keertje extra op vakantie gaan. En dan neem je een baan die je echt leuk vindt. Iets in het management bijvoorbeeld. Thee inschenken bij het buurthuis kan ook. Lesgeven aan buitenlandse kinderen in het Nederlands. Kies maar wat je wil. Of je gaat de kunst in. Dan ga je gewoon lekker schilderen en tekenen. Bouw op je man. Ga niet alles zelf doen. Want vrouwen kunnen het gewoon niet. Vrouwen hebben geen boormachine, hebben geen decoupeerzaag, hebben geen waterpas. En als er ergens paniek uitbreekt, dan raken ze zelf ook helemaal in paniek. Gedenk aan het vlotavontuur van mijn dochter. Mijn dochter is niet zo. Je raakt niet zo snel in paniek. Maar in algemeenheid wel. Dat zijn de goede vrouwen. En ze zijn een beetje saai. Die spannende vrouwen die allemaal zo klaarstaan van... hou je van pijpen? Nou, als een vrouw dat aan mij vraagt, dan zou ik gelijk zeggen nee. Ik hou er niet van dat iemand dat aan mij vraagt. En die zijn niet goed. Die moet je mijden. Want ze maken je leven kapot. Ik zal nog een leuk verhaal vertellen en dan sluit ik af. Een vriend van mij, en dat is een goede vent. Ik mag hem heel graag. En die had een vriend in die tijd. Inmiddels is die vriend boos op hem. Al jaren geleden gebeurd dat hij boos werd. Hij zei, nou ben ik boos op jou. Nou, hoe zat dat in elkaar? Die vriend had een vrouw. Dat was geen goede vrouw. Even als voorbeeld. En die vriend die moest naar Duitsland toe voor een klus. En hij zou een paar dagen weg zijn. Of een paar dagen. Hij was met die vrouw net een nieuwe woning betrokken. En daarin deed... het water deed het. De kachel deed het. Maar er moest nog heel veel gebeuren. Het was geen bouwval. Maar het was gewoon een nieuwbouwwoning. Maar je kent het wel. Mensen zijn net verhuisd en... Er moest nog van alles gebeuren. En die vriend die was gevraagd door die man die naar Duitsland moest. Wil jij het werk in huis waar hij dus mee bezig was. Even voor een paar dagen van me overnemen. Want er moest nog van alles gebeuren. De slaapkamer was redelijk klaar. Niet echt, maar redelijk. En mijn vriend... Die zou op de bank kunnen slapen.
Zijn bijnaam van mijn vriend is Boeddha. Laat ik me zo maar noemen. Dus een Boeddha, mijn vriend was. Henk is er van zo. Henk Boeddha, zo heet hij. Henk Boeddha, een hele grote jongen. Die gewoon verschrikkelijk goed biljarten. En die zei, ja natuurlijk. Want jij bent mijn vriend. Dat doe ik wel even. Dus die vriend van Henk Boeddha, die ging naar Duitsland. Lekker gerust een klusje doen. En hij in die woningen, en een beetje timmeren, een beetje decoupeerzagen, een beetje gordijnrails ophangen. En het gas moet aangedingen worden, allemaal die dingetjes doen. En toen werd het avond. En toen zei mijn vriend Henk Boeddha, ik vind het tijd om te gaan pitten, slapen. En zei zo van, oh, en waar ga je dan slapen? Ja, zei mijn vriend Henk Boeddha. Ik ga op de bank slapen. In de woonkamer. Ja, dat is gewoon een bikkel. Die kan ook gewoon slapen gewoon in een boerenschuur. Met een dekentje. En die doet gewoon zijn spijkerbroek uit. En die doet hij onder zijn hoofd. En dat is gewoon lekker een kussentje. En hij zo... Ha, ja. En die vrouw zei van, ja, maar waar moet ik dan slapen? Waarop mijn vriend Henk Boeddha zei van, ja, boven de slaapkamer. Daar staat een bed en een matras en alles. Ja, daar ga je toch slapen? Ja, zei ze maar, kan ik dan niet gewoon bij jou op de bank komen slapen? Maar dat is geen goede vrouw. En die vriend van mijn vriend Henk Boeddha is dus wel met haar doorgegaan. Hij wilde Henk Boeddha nooit meer zien toen Henk Boeddha hem opgebiecht had van dat voorstel van die vriendin om op de bank te komen slapen in zijn slaapzak. Hij zei dat is één grote leugen. En Henk Boeddha die liegt helemaal niet. Maar goed, die vriend wilde hem nooit meer zien. En jaren later komt hij hem weer tegen. En hij zei, hey, hoe is het met jou? En die vriend zei tegen mijn vriend Henk Boeddha, niet zo goed. Zij heeft het huis ingepikt. Ze heeft een alimentatie van hier tot Tokio. En ik zie mijn kinderen niet. Een goede vrouw flikt je dat niet. En die komen misschien een beetje saai over. Ja, dat kan. Kijk goed naar ze. Want ze zijn er wel. Ik hoop, ik geloof, ik denk dat mijn kind een goede vrouw zou kunnen worden. Tegen mij heeft ze nooit echt gelogen. En Henkie Penkie stuff heb ik ook niet opgemerkt. Dus ik hoop dat ik van mijn dochter een goede vrouw heb gemaakt. Ik geloof dat ik met mijn kind van dat mens een man heb gemaakt. Nog een keer. Ik geloof dat ik van mijn kind een manas, een denkvermogend wezen, een denker heb gemaakt. Dus kom je mijn dochter... Ja, ze heeft momenteel een vriend. Dus je mag haar niet meer, niet meer benaderen natuurlijk. Anders zou je mijn dochter moeten vragen. Ja, dat was hem. Over goede vrouwen. Over managers. Over huishouders. Over toezichthouders. Over ingrijpers daar waar het nodig is en voor de rest niet. En alles overlaten aan die man. Had je maar goed moeten nadenken voordat je die man koos. Die penismens koos. Want een penismens die vreemd gaat, dat is geen man. Dat is gewoon een homo in de slechte zin van het woord. En een goede vrouw. Een man met eierstokken.
Die kunnen die kerels, die klojo's, die ruiken ze op 10 meter afstand. En die moet je hebben. En die moet je het hof maken. En dat wordt eerst een half jaar, dingen samen doen. Of een jaar. En dan komt het omhoog. Terwijl die bitches, die mensen met eierstokken, die kuthomo's, heet ze ook wel. Dat lijkt allemaal heel erg leuk aan het begin. Op de lange rit is dat niet. Gedenk de vriend van mijn vriend, Henk Boeddha. Nou, reuze bedankt dat jullie hiernaar geluisterd hebben. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Ik denk het wel. Want als je hier niks aan gehad hebt, dan ben je zelf ook een kuthomo. Of je nou een penis hebt of niet. En op zijn hamburgers zeg ik dan altijd weer tjus en dag lieverds.